is niet alleen een boek wat je kan zitten en gaat lezen, maar het is ook een activiteit eromheen kan je er bij aankoppelen. Wij komen zelf uit de Bloemenstraat, lezen we voor aan de kinderen, zeg maar. En wij hebben dan een heel leuk ideetje bedacht. Het is toch best leuk om iets te organiseren. Het is niet alleen een boek wat je kan zitten en gaat lezen, maar het is ook een activiteit eromheen kan je er bij aankoppelen, zeg maar. Want dit is een... Dit is nieuw, hè? Van 25 mei tot 8 juli organiseert op Zomer mee de voorleesfeesten. Dat is dubbel voorlezen. Yes. Veel plezier. Dankjewel. Fijn weekend. We hebben het boek. Nu kunnen we gaan voorbereiden. We hebben al gelijk wat ideetjes van gewoon een honingpot. Zo'n heel groot voor decoratie gebruiken. Dus we gaan echt een werkje van maken. Zaterdag 4. Ja. Nee, maar dat hoeft ook helemaal niet, want we hebben een budget van op zomer mee. Daar gaan we dan gewoon de cupcakes en siroop halen voor de kinderen. Zo met honing, zo wat. Nee, ik zou dit anders aan. Ik zou dit anders doen. Op 8 juni. Ja. Beer woont alleen, ver van de bewoonde wereld, en dat bevalt hem uitstekend. Dus je snapt dat hij niet blij is als konijnen hun huis bouwen, pal naast zijn huis. Mogen wij wat honing lenen? Nee, 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 Beer. Zullen we boeken ruilen? Nee, ik wil geen boeken ruilen. Ik wil dat jullie mij met rust laten. Beste meneer Beer, omdat u geen honing hebt voor een cake, hebben wij er een voor u gebakken. Met het hout kunt u een warm vuurtje stoken. Ik vind het heel leuk om te doen. En ook dat de kinderen zo blij zijn, dat maakt jou ook weer blij. En hebben jullie nou geld over?
Nee, wij hebben geen geld meer over, want wij hebben echt in de... Uit zijn eigen zak al moeten inleggen. Ja. Ja, ik zou zeggen, iedereen massaal in Rotterdam. Ga voorlezen voor de kinderen. Je kan er een superleuke activiteit aan vastknopen. En je maakt er de kinderen hartstikke blij mee.